En welkom bij weer een hele nieuwe Fan Friday video. Vandaag ga ik iets heel erg spannends doen. Ik ga namelijk 24 uur lang proberen te overleven op mijn bed. Ja, maar niet alleen maar mijn bed. Het bed staat namelijk in de tuin. Oké, dat is al heel erg apart. En het maakt natuurlijk super lastig, want ja, je zit gewoon buiten en je hebt de felle zon natuurlijk de hele dag. Ik heb geen idee of het me gaat lukken, maar ik ben er wel heel erg nieuwsgierig naar. Daarbij heb ik ook nog een hele leuke uitdaging voor jou, namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar welke hand moet je hiervoor gebruiken? Ja, dat hangt ervan af. Gebruik je rechterhand als jij wel eens een keertje bent wezen kamperen. Het maakt natuurlijk niet uit welke vinger je gebruikt, maar klik op dat duimpje omhoog. En ben je nog nooit wezen kamperen, gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Vergeet daarbij ook zeker niet om nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En dan is het nu tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Woehoe! Fanart! Wow, kijk nou naar hoe ontzettend veel leuke, prachtige en mooie creaties hier naast me langskomen. Deze hebben jullie allemaal afgelopen week gemaakt. En ik vind het zo ontzettend geweldig om ze allemaal te zien. Wil je nou ook heel erg graag met jouw fanart of je creatie in de Fan Friday van volgende week komen? Dan kun je daarop kans maken door je fanart te posten op Instagram. Tag mijn Instagram account erin. En zorg dat je account niet op privé staat. Want anders kan ik hem natuurlijk niet zien. En dat is niet zo heel erg handig. Sowieso is het al heel erg leuk dat je het post. Maar misschien zien we hem ook wel terug in de video. Dan is het nu natuurlijk tijd voor de hele spannende 24-hour challenge. De 24 uur challenges vinden jullie echt ontzettend leuk om te kijken. En ik heb zo ontzettend veel aanvragen gehad om zo'n challenge te doen in mijn bed. Ik dacht, hey, dat is een heel erg leuk en goed idee. Alleen gaan we het nog net eventjes een stapje hoger doen. De challenge gebeurt namelijk niet binnen, maar buiten. Woe! En morgen begint de challenge. Dat is voor mij natuurlijk nog eventjes wachten, maar voor jou komt dat nu. Goedemiddag! Ho, vandaag is het tijd voor de 24 uur challenge. Oh jeetje, ik weet niet wat het is, maar ik ben een soort van gestrest en zenuwachtig voor deze of zo. Het is ook zo'n raar idee om gewoon op je bed in de tuin te zitten. Ik ben heel erg benieuwd of het me gaat lukken. En vandaag gaan we ietsje later dan normaal beginnen, want ik had gewoon een lui ochtendje, dus ja, wat maakt het uit? Oké, ik zal nu laten zien wat ik allemaal ga meenemen. En tadadada, oeh, kijk en naar al deze spulletjes. Dit ga ik dus allemaal meenemen. Ik heb natuurlijk eten, drinken en entertainment. En dat komt natuurlijk in deze tas te zitten. Behalve de ukulele misschien, die past denk ik niet helemaal. Ik ben heel erg goed voorbereid. Daarnaast heb ik alvast mijn bed buiten gezet natuurlijk. Nou, daar zijn we dan. Ja, ik sta in de tuin. Je herkent het waarschijnlijk wel van alle andere challenges natuurlijk. En hier voor me staat mijn bed. Tada! Oh my goodness. Hoe ongelooflijk grappig ziet dit eruit. Ik vind het helemaal geweldig. Maar ja, het is gewoon echt precies de setup die ik normaal gesproken in de achtergrond van mijn video's staan. Ik ben er helemaal klaar voor. Het is natuurlijk voorbereid. Het staat er. Het enige wat ons nu nog te doen staat is natuurlijk af te tellen. Want het is tijd. Daar gaan we. 3, 2, 1 en go! Oké, je mag natuurlijk niet op je bed springen. Maar ja, je zet je bed normaal gesproken ook niet buiten. Dus we gaan het gewoon doen. Ja, Jamila, het is geen trampoline video. Het is gewoon een bed. Nu dat we officieel bezig zijn, leek het me wel leuk om eventjes een hele leuke bedtour te geven. Allereerst laten we gewoon eventjes beginnen met het bed. Hele prachtige covers. Ik heb natuurlijk een super vrolijk kussen. Dit is inderdaad het bed dat je altijd in de video's ziet. En dan hebben we hier een nachtkastje. Woe. Misschien herken je een aantal dingen wel, zoals bijvoorbeeld de eenhoornhelm. We hebben hier het Stay Weird lampje. Hier mijn vrolijke roze panterlamp. Dit is wel heel erg handig voor vanavond, want dan heb ik natuurlijk een lichtje om bij te lezen of zo. Ik merk wel iets waar ik niet helemaal op gerekend had. Ik moet namelijk zo op mijn knieën lopen. Het is natuurlijk veel makkelijker om op je voeten te lopen. Dit is veel vermoeiender. Maar goed, ik denk dat het dan misschien wel handig is om deze challenge gewoon te beginnen door eventjes lekker op mijn bed te chillen. Ha!
Oh my goodness, je wil niet weten hoe ongelooflijk heet het is. Het lijkt misschien niet helemaal zo, omdat ik natuurlijk een lange broek aan heb. Maar dit heb ik speciaal gedaan om een beetje te beschermen tegen de zon. Wauw, het is echt gewoon niet uit te houden bijna. Dus het is natuurlijk altijd heel erg belangrijk om gewoon lekker veel te drinken. Oh my goodness, dit ding is ook helemaal heet. En vervolgens hebben we ook nog Pringles. Lekker snacky. Ik ben heel benieuwd of het water me een beetje zal afkoelen. Het is lekker koel van binnen, maar van buiten is die wel echt heel erg heet. Ik kan hem bijna niet vasthouden, maar het is het waard. En Pringles zijn het wat mij betreft ook gewoon helemaal waard hoor. En ik denk dat ik mezelf gewoon nog een keertje ga insmeren met zonnebrand. Ook al maakt het dat het echt zo ontzettend heet is en zweet ik me helemaal kapot. Maar goed, alles voor de challenge natuurlijk, hè? Jongens, ik verveel me echt enorm. Het is zo ontzettend bloedheet. Ik zweet me helemaal kapot. Daarbij is het licht te fel om op mijn telefoon te zitten. Dus ja, nou ja, ik heb eigenlijk gewoon niet zo heel erg veel gedaan, behalve een beetje getekend. Maar op een gegeven moment in die hitte is dat ook zo vervelend. Dus ik dacht, ik ga mezelf gewoon vermaken met een ukulele. Dus ik heb een liedje dat ik 10 jaar geleden heb geschreven, speciaal voor school. Zij vroegen mij namelijk om een liedje te schrijven en met dat liedje op te treden tijdens de eindceremonie toen iedereen geslaagd was. Dus dit is speciaal voor iedereen die geslaagd is en die dus volgend jaar op een hele andere school of een hele andere plek gaan zitten. Let's do this! From the day I was born, I was given my life. Scarred if my angels gave me wings to fly. High like the clouds, somewhere up in the sky. The sun on my skin and a tear in my eye. Hey, yeah. Now it's time to say. De zon staat al wat lager, dus het is al een stukje lekkerder hier buiten. Het is alsnog echt super warm, maar het koelt lekker af. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb hierbij ook iets heel erg leuks. Als je de vorige trampoline video hebt gezien, dan ken je dit waarschijnlijk wel, want hier heb ik het zwembad. En ik wilde dus een beetje vrijheid, lekker het zwembad in. Dus ik had een bestuurbaar bootje. Nou, ik wilde natuurlijk niet precies hetzelfde doen dit keer, maar ik heb wel een heel erg ander leuk idee. En dat komt hier zo tevoorschijn. En daar heb ik deze voor nodig. Ta-da-da-da! En wow! Het is dus een bestuurbare auto. Het is echt heel erg lastig om dit zo met één hand te doen. Maar ik probeer het een beetje te filmen voor jullie. En go! Oh nee, het lukt net niet. Wacht. En ja! Oh, verdorie! Nog een keer. Woep! Yes, het is me gewoon gelukt. En daarbij zit er ook een camera in die auto. Dus we kunnen ook nog van dat mooie uitzicht genieten. Ik leg deze camera eventjes neer, want dan kan ik 2 handen gebruiken. Daar gaan we dan. Oh jongens, dit is echt heel erg lastig. Het zijn 2 verschillende dingen. Eentje moet sturen en de ander gaat naar voren, zeg maar. Wow! Oké, hoe ga ik nou deze kant op? Oh ja, nou kijk eens. Dat gaat allemaal nog best wel goed. Woehoe! Nu wil ik omdraaien. Hoe moet ik dat doen? O jeetje. Yes? Yes? Ik vraag me af of ik nu op de camera te zien ben. Hallo? Kan je me zien? Woehoe! Komt u maar deze kant op nu. En whoopsakee. Oeps. En daar zijn we weer. Nou, kom maar weer een stukje dichterbij. Hallo? Hallo? Oh, wat ontzettend leuk. Wat een super schattig autootje is het ook eigenlijk. Ik ga het gewoon nog een keertje proberen, jongens. Oh jeetje. Oh, ik ben zo ontzettend slecht in het besturen van dit ding. Maar tot nu toe gaat het nog redelijk goed. Hey, ik kan een goed rondje draaien. En here we go. Oh, oh. Oh, nee. Oh, jongens, dit is niet goed. Kan ik nog een beetje sturen? Ah, oké, nou, ik doe mijn best, maar oké, nou, dat lukt niet. Helaas, verdorie. Het is nu wat later in de middag, dus ik vind het licht echt heel erg mooi. Ze noemen het een beetje golden hour. En
ik dacht, misschien is het heel erg leuk om een fotoshoot te gaan doen. Ik heb daarvoor een hele magische, leuke Polaroid. Deze gebruik ik eigenlijk gewoon niet vaak genoeg. Het is hartstikke zonde, want ik vind het echt heel erg leuk. En nu is het natuurlijk echt een perfect moment, want 24 uur in je bed in de tuin is niet bepaald iets wat je elke dag doet. Het is natuurlijk wel leuk om eventjes vast te leggen. Alleen het probleem is dat ik dus gewoon op mijn bed moet blijven zitten. Dus hoe ga ik leuke creatieve foto's maken? I don't know. Maar allereerst gaan we deze tas eventjes zo hier neerzetten. En ik dacht misschien dat het leuk is om gewoon zo'n selfie te maken. Ik heb geen idee hoe het licht eruit ziet. Wacht, even in het spiegeltje kijken. Oh nee, dat ziet er echt vreselijk uit. Dat is geen goed idee. Oké, here we go. Ik wil dit ook in de achtergrond zien. Nou, ik ben heel erg benieuwd. 3, 2, 1. Oh my god. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Kijk, kijk, hij komt eruit hoor. Oeh, spannend. Nou, we moeten nog eventjes wachten voordat deze helemaal ontwikkelt. Misschien is het wel leuk om gewoon eventjes een foto te maken van deze nightstand. Daar hebben we de EOS lippenbalsems. Dat is echt heel erg OG Jamila. Dus we gaan door de lens heen kijken. Oeh. Oh my god, ze zijn er schattig in. Oeh. Volgens mij heb ik een beetje scheef genomen, maar nou ja, we gaan het wel zien. Ik ga nu gewoon voor de laatste foto en daar moet ik natuurlijk wel de unicorn helm gewoon voor opdoen. Here we go. Oeh, nou helemaal prachtig. Weet je wat, we gaan het gewoon een beetje schuin doen. Op die manier heb ik misschien nog wel wat redelijk licht, alleen krijg je ook nog die leuke achtergrond. Stay weird. Oh, zo ontzettend fel die zon in mijn ogen. Maar de foto is gemaakt. Ja, daar zijn ze dan. De drie prachtige foto's uit mijn Polaroid fotoshoot. Allereerst hebben we deze. Lijkt een beetje onscherp en dat is het ook. Deze is redelijk overbelicht, maar tegelijkertijd ziet hij er wel heel erg grappig uit. Ik denk dat ik deze het allerleukst vind. Die ziet er gewoon heel erg gezellig uit. Maar het enige ding wat je dus niet echt terug kan zien op deze drie foto's is dat ik gewoon buiten op mijn bed zit. Maar ja, ik heb natuurlijk alleen maar de lengte van mijn arm. Dus helaas, dit is het enige wat ik kan doen. Maar tegelijkertijd zijn het ook wel schattige Polaroids. Dus het was een leuk project. Yes, het is donker geworden. Dus dat betekent dat het eindelijk gewoon een beetje afgekoeld is. Het is zo ontzettend fijn nu qua temperatuur. En daarbij kan ik natuurlijk ook mijn schermen zien. Dus wat heb ik hier zo voor me? De laptop. En ik dacht, hey, ik ga gewoon lekker Roblox Piggy spelen. Want ik hou ontzettend veel van dit spel. Ik ben er stiekem een klein beetje verslaafd aan. Ik heb geen idee of deze server een beetje goed is. Dus nou ja, laten we gewoon op play klikken. Kijken waar we uitkomen. Oh jeetje, oh. We zijn hier zo in high school of zo. Oh, het enige ding is dat ik dus geen muizen bij me heb. En ik heb nu maar één hand. Oh nee. Happy! Ja! Nee. Oh my goodness. Ik schrok me helemaal kapot. Oh jee, het is infection. Oh, nu ben ik ook Piggy. Haha, wat leuk. Oh, dankjewel dat je even de deur voor me hebt open gedaan, jongens. Oh, huh? Nou, ik ga eventjes uitvogelen hoe ik de camera kan bewegen. Misschien met deze? Nee. Oh ja, oh kijk. Dat is een stuk beter. Ik ga kijken of ik nog wat andere mensen kan aanraken natuurlijk. Met mijn enge Piggy karaktertje. En ik kan je vertellen dat ik me nu al echt helemaal vermaak. Dus dit is echt top. Oepsie, volgens mij heb ik net ietsje te lang Roblox gespeeld. Het is best wel laat. Dus ik denk dat het nu tijd... Wat doen die auto's zo laat nog? We moeten allemaal in quarantaine zetten. Ga even terug naar huis. Ik ga gewoon eventjes lekker tot rust komen. En het is tijd om te gaan slapen. Het is wel echt een heel mooi en relaxed uitzicht. Ik moet natuurlijk nog wel eventjes de lampjes uitzetten. Dus dat kan gewoon door middel van dit. Zo. Ha. En dan zeg ik natuurlijk wel te rusten. Jongens. Help. Het is midden in de nacht. Ik heb geen idee hoe laat het is. Ik heb zo ontzettend slecht geslapen. En ik kan echt niet slapen. Ik kan namelijk zo ontzettend slecht tegen mijn gebulte. En ik raak er helemaal gestrest van. Ik hoor overal gezoem om me heen en zo. Ik heb natuurlijk wel muggenspray gekocht. Alleen het probleem is dat het op is. Het gaat me niet lukken om deze hele nacht door te brengen. En dat betekent dat ik nieuws heb wat jullie waarschijnlijk totaal niet leuk gaan vinden. Ik wil echt gewoon naar binnen. Dus... helaas, we gaan dit maar gewoon eventjes van afschudden. Oh, nee. Nou. Oh, komen jullie ook nog eventjes kijken naar mijn faal? Ja, heel erg fijn en bedankt, hè. Ga maar aftellen, jongens. 3, 2, 1 en go.
Ik ben van het bed af. Oh. Ik baal echt enorm. Ik vind het super jammer dat het me niet is gelukt om dus 24 uur lang te overleven in het bed. Dus helaas, de challenge is er niet gehaald. Maar alsnog was het wel echt heel erg leuk om te doen. En ik heb het best wel lang volgehouden. Dus wat dat betreft had ik het wel echt prima naar mijn zin. Yes! De mug. Snel naar binnen. 20 second wrap out. Nielsu en Thalia, got your lover Thomas Chloe. Corma Isabel en Marino Ellie Zoe. Deep Ocean Donnie Noor, Jonas en Tuana. Dance Dance, Mimi Nima, Nina Nora Lana. Linda, Nathalie en Brit, Amber, Freya, Sarah. Marley, Hanna en Janelle, Emmy, Lotte, Yara. Piggy Place en Soraya, Steffo, Elle, Luna. Juliette, Zandvoort, Houda, Noah, Muna. Jee, je hebt de video helemaal tot aan het einde bekeken. Super goed. En wil je nou ook heel erg graag kans maken om in de 20 second wrap-out van volgende week te komen? Dan kan dat. Je hoeft er alleen maar eventjes naar te vragen in de reacties hieronder deze video. Makkelijker dan dat kan het niet natuurlijk. En wie weet hoor je en zie je jouw naam wel terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!